In deze serie ga je zelf een HTML-website programmeren met de online HTML-editor voor kinderen Webtink. Missie 6, video's. In de vorige missies heb je onder andere een eerste idee voor je site op papier gezet, een Webtink-account aangemaakt, geleerd over HTML-code en tags en een welkomtekst en een afbeelding op je site gezet. In deze missie gaan we een video aan je site toevoegen. Wat heb je daarvoor nodig? In deze missie heb je nodig een laptop of computer met internettoegang. Open je browser en ga naar www.webtink.nl. Log in en klik op Pagina's bewerken. In de vorige missie heb je ontdekt dat je niet zomaar afbeeldingen van het internet mag gebruiken op je website. De meeste afbeeldingen zijn beschermd met auteursrecht. En je hebt dus toestemming van de maker nodig om ze te mogen gebruiken. Gelukkig is dat met video's op YouTube anders. Het auteursrecht ligt uiteraard altijd bij de maker van de video. Maar hij of zij heeft de video op YouTube geplaatst en als je een video op YouTube plaatst, krijg je de mogelijkheid om het delen van je video op andere websites uit te zetten. En omdat je de video niet downloadt, maar linkt naar het kanaal van de maker, heeft zij of hij er vaak zelf profijt van. Je mag er dus vanuit gaan dat als je via de opties delen en insluiten de HTML-code krijgt die je nodig hebt om de video op jouw site te tonen, de maker het goed vindt dat jij op jouw site zijn of haar video laat zien. Nu jouw eerste opdracht. Zoek op YouTube een video die goed op jouw site zou passen. Ik wil zelf een Minecraft-video laten zien. Deze, van Enzo Knol. Even kijken. Ja, ik mag hem insluiten. Dus Enzo vindt het oké als ik de video op mijn site laat zien. Nu jij. Zet deze video even op pauze en zoek een YouTube-video die jij graag op je site zou willen laten zien. Heb je hem gevonden? Druk dan op play, dan gaan we weer verder. Gelukt? Mooi. Klik dan nu op delen en vervolgens op insluiten. Dit is de code die je aan je site moet toevoegen om deze video te laten zien. Kopieer deze code. Kopiëren kan door de regel te selecteren met de muis. En vervolgens op een Windows computer Ctrl-C in te drukken, op een Mac Command-C in te drukken of met de rechtermuisknop op kopieer te klikken. Zet deze video maar even op pauze terwijl je dit doet. Navigeer nu terug naar je eigen pagina in Webtink. En plak de zojuist gekopieerde HTML-code op een nieuwe regel onder je afbeelding. Plaats de cursor achter de paragraaf eindtag en druk op Enter of Return. En plak de code door middel van de rechtermuisklik plakken of op een Windows-computer Ctrl-V of op een Mac Command-V in te drukken. Klik dan op Opslaan. En bekijk je pagina door op de link bovenaan te klikken. Nu jij. Goed gedaan! Als je wil, mag je natuurlijk nog veel meer video's aan je site toevoegen. Het netste is om steeds op een nieuwe regel te beginnen met de code voor de volgende video. Dan is je code straks mooi overzichtelijk. Goed gedaan! Je hebt je 6e medaille verdiend. In deze missie heb je ontdekt hoe je een YouTube-video aan je site kunt toevoegen. In de volgende missie gaan we alle kleuren van je pagina veranderen. Mocht je een vraag hebben, dan kun je altijd even contact met me opnemen. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende missie.